wij hebben vanavond, wat uniek is in Nederland, een disco paintball gehouden. En we moeten zeggen dat het echt gigantisch leuk is om te doen. En dat we ook zeker van plan zijn om hiermee door te gaan. De jongens die dit pand hebben gekraakt, die hebben ons in de gelegenheid gesteld om hier te mogen paintballen. Ze wilden hier graag een multicultureel centrum van maken. We hebben inmiddels een Multiplace FM opgericht. Dat is ook met de huidige bewoners en meerdere mensen die de activiteit willen doen. Daarmee willen we naar de gemeente gaan om te gaan proberen om dit te legaliseren. Omdat wij ervan uitgaan en nog steeds ook denken dat dit een unieke mogelijkheid is voor de gemeente om ook wat voor de jeugd en de jongeren in het noorden te gaan doen. En zeker ook voor de krakers. Ik heb afgelopen donderdag een gesprek gehad met de politie. Waarin de politie aan mij vroeg als wij toestemming hadden gevraagd aan de gemeente als we hier mochten paintballen. Ik heb aan de politie gevraagd wat is de link naar de gemeente toe. De gemeente gaat toch nee zeggen, dat zijn uw eigen woorden heb ik tegen de politie gezegd. Is het dus, op dat moment worden wij ook beschouwd als medekrakers.